De Antonicom Universiteit van Suriname introduceert binnenkort enkele nieuwe masteropleidingen, zei Shanti Venetiaan, voorzitter van het Adekus Bestuur, gisteren tijdens een persmoment op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De professor merkt verder op dat de eerste stappen zijn gezet om een opleiding computerwetenschappen op te zetten. Dat is met de Master Applied Statistics bij IGSR, Master Finance and Control ook bij IGSR en OPW, wat ik zo net al noemde. En in ontwikkeling hebben we opleiding in cultuurwetenschappen die bij de Faculteit der Humaniora een plek zal vinden. En de eerste stappen, de eerste ideeën zijn gezet om een computer science opleiding op te zetten. Venetiaan geeft verder aan dat Adekus 3 promoties en 1 erepromotie heeft gehad voor dit jaar. Een andere grote stap die de universiteit heeft gezet is het instellen van een onderzoeksraad. Deze raad zal werken aan het bevorderen van een actieve onderzoekscultuur binnen de universiteit.